het is zover. Jumping Maassluis. Ja, de dag van. Het is nu 9:30 ochtends. Iedereen is druk bezig om ervoor te zorgen dat zometeen het hele evenement kan gaan beginnen. Dus we gaan even kijken. Het terrein wordt schoongeveegd. De laatste dingen voor de jury wordt nog verplaatst. Nou ja, verplaatst. Op zijn plek gezet. De bakken worden klaargemaakt, zoals je ziet. Even van bovenaf nog. Een paar uurtjes en dan begint het. Zo, daar zijn Fabienne en Tessa. Lexi moet nog even uitgelaten worden. Hi. Hi. Hebben jullie zin in jumping? Ja. Ja? Wat is het leukste van jumping? Springen. Ja, natuurlijk springen. Oké, ga je ook meedoen, Fabienne? Ja. Hier komt zo meteen de knutselhoek. Moet nog helemaal netjes gemaakt worden, maar ik kan je vertellen dat het helemaal leuk wordt. Ik zal even kijken hoe je daar komt. Kijk, hier is het springterrein zo. Achter een manege. Dus hier kun je gewoon kijken. En stel nou dat je kind denkt, nou, ik heb wel zin om te knutselen. Dan kan je via de bankjes. Ik zie hier het groene huisje. Dan loop je dus zo naar de bak toe. En dan heb je hier de deur. En dan kan je hier dus knutselen straks. En ook de binnenmanege wordt helemaal geveegd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je klaar voor jumping? Nou, nee. Waarom niet? Ja, ik wel, maar mijn paardje. Ja, ik hoorde het. Sazoo. Gaat weer goed komen. Ah. Ja. De eigenaresse Anita van Sazoo. En Sazoo die zou meespringen, maar helaas. Wat heeft hij aan zijn been? En zou die ook met dressuur meedoen? Topper. En wat heeft hij nou precies aan zijn been? Ja, nou ze is ingespoten, dus we moeten 6 weken stappen. Oh, ja. Zonde. Maar ja, weer goed. Volgende keer beter. Zo, de knutselhoek is inmiddels aangekleed. Alle kindjes kunnen nu hier knutselen vanaf morgen. En de ponylessen gaan gewoon door. Jumping Maassluis begonnen met de dressuur. Achter mij kun je de dressuur ook zien. Ring 1 en 2. Losrijden is in de bak hierachter. Vandaag kun je naar dressuur Z kijken. En hoger. Gewoon leuke spulletjes kopen. En verderop hebben we nog een paar tentjes. Vanaf morgen zijn er ook poffertjes. Ik ben in de prijzenkamer. Hoe gaaf is dat? Hier de dekjes en de sokken. Dus voor de equipe morgen. Dan hebben we hier alle bekers. Nou, in de dressuur hebben ze geen bekers. Ik weet niet waarom niet. Maar dat is de zwarte springen. En al deze dekens en rosetten en andere spulletjes. Dat zijn dus de prijzen voor het springen en de dressuur. Nog meer sokken. Morgen hebben we een interview met een jurylid, dus dat is hartstikke leuk. En die gaat uitleggen waar ze op letten, wat belangrijk is op dit moment. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dit was voor vandaag Jumping Maassluis. Ik vond het heel erg leuk. Veel mooie dressuurruiters gezien. Ik heb er een aantal gefilmd, natuurlijk niet allemaal, maar er zijn er veel meer. De ponies hebben ook nog gelopen, alleen was ik toen aan het rijden. Dus het was heel erg leuk om te zien zelf. Dus ik heb niet heel geconcentreerd gereden, maar aangezien Verona morgen toch moet springen, maakt dat niet zo heel veel uit. Leuk dat je keek. Morgen dan begint dus het springen en hebben we nog een keer de dressuur. Dus ik zie je heel graag morgen weer bij Jumping Maassluis. Doeg!